Rijden als Max Verstappen, dat is iets wat we allemaal wel zouden willen. Toch is dit niet voor iedereen weggelegd. Een ongeluk zit in een klein hoekje en schaderijden is vaker regel dan uitzondering. Natuurlijk is dit super vervelend, vooral als je auto gereed is voor de sloop. Gelukkig zijn er diverse onderdelen van een auto die hergebruikt kunnen worden. Super duurzaam dus. Hoe dit proces van autodemontage in zijn werk gaat, laat Loie Hoed van autodemontagebedrijf De Ooievaar ons nu zien. Autodemontage houdt in het recyclen van een auto en daar 95% van te hergebruiken. En daar staat onder andere is dat gewoon gebruikte onderdelen zoveel mogelijk te gebruiken die goed zijn nog. En de restmaterialen zijn voor nieuwe grondstoffen van te maken. Zoals plastic, glas, peur wat in de auto zit, maar ook de accu's, het koperdraad wat erin zit, de katalysator bijvoorbeeld wat erin zit. Dat is allemaal te hergebruiken. Nou, op het moment dat ze auto binnenkomen worden ze gevrijwaard. Dat houdt in dat ze van de naam afgaan van de klant. Dus dat hij geen bekeuring meer kan krijgen en dat hij geen wegenbelasting meer hoeft te betalen. Dan komt hij bij ons binnen en dan worden de kentekenplaten van de auto worden verwijderd. Die worden stuk geknipt, zodat die nooit meer ergens gebruikt kunnen worden. Dan wordt de auto in het systeem gezet. En het systeem houdt in dat elke auto een wagennummer krijgt. Zodat alle onderdelen weer terug te herhalen zijn van die desbetreffende auto. De volgende stap is dat de auto ontdaan wordt van vloeistoffen. En dat is benzine, dat kan LPG-tank zijn, de accu, de koelvloeistof, remolie moet eruit, dat soort dingen allemaal. Dat wordt opgeslagen in tanks en dat wordt hergebruikt en daar worden weer nieuwe grondstoffen van gemaakt. De accu's moeten eruit omdat die accu's op een aparte manier gerecycled worden. Er zit een vloeistof in, een hele bijtende vloeistof zit erin. En daar moet zorgwekkend mee omgegaan worden en die moet er ook in vloeistofdichte bakken opgeslagen worden. De banden gaan er gelijk af als ze binnenkomen allemaal. Auto's die gerecycled worden moeten de ramen uit, plastic moet eraf. Dat wordt er allemaal afgehaald voordat ze in de scherder gaan. Als de auto's binnenkomen en het zijn donorauto's, hoe wij dat noemen, die worden nu nog opgeslagen op ons terrein, waar nog onderdelen aan zitten die verkocht worden, dan worden de ramen er niet uitgeslagen. Als ze in de laatste fase zijn, dat ze het trein verlaten, dan worden de ramen eruit geslagen en dan worden ze helemaal gerecycled. Als de auto gedemonteerd wordt, gaan we kijken of we nog bruikbare onderdelen opzetten voor Nederlands gebruik. Als dat zijn, dan worden die onderdelen eraf gehaald, die worden getest en die gaan het magazijn in. Onderdelen die in Nederland niet meer te gebruiken zijn, of waar geen vraag naar is, die vinden een nieuw leven in het buitenland. En dan moet je onderstaan, die kunnen naar Marokko, Ghana. Dat zijn exportonderdelen en daar hebben we ook flink afzet voor. Die worden eraf gehaald en die gaan daarin. Autodemontage is duurzaam omdat 95% van de auto in Nederland gerecycled wordt. En daarmee staat Nederland ver op nummer 1 in Europa. Autorijden hoeft in Nederland niet duur te zijn als mensen verder kijken naar gebruikte onderdelen. Maar een goed gebruikt onderdeel is bijna net zo goed als nieuw.